Goedemorgen. Het is 6:15, jongens. Ik ben wakker. Ik heb mijn wekker gezet. Expres. Want, ik dacht ik ga gewoon vroeg op. Ben ik een beetje productief vandaag. Ik ga eigenlijk altijd best wel vaak deze tijd op. Als ik vrij ben, laat ik het zo zeggen. Als ik moet werken, ga ik veel vroeger op. Ja, veel vroeger, dan ga ik een uurtje erop. Maar het is nu dus 6:15 op zondag. Ik ben vrij. En ik ga op deze tijd. Maar goed, ik ga even plassen. En dan denk ik gelijk even douchen. Ik moet me lekker aankleden. En dan doe ik nog geen make-up op vandaag of zo. Maar ik ga wel even lekker douchen. Goed, ik ben lekker gedoucht en aangekleed. Ik heb een wollen jurkje aan. Ik zal het straks even allemaal beter laten zien. En een soort leerachtige nep legging. En lekker mijn sloffen. Ik ga even koffie zetten. Het is misschien handig als ik hem ook even in de stopcontact steek, de stekker. Ik heb net Cody alvast naar beneden gehaald, de hond. Want Cody gaat 's morgens vroeg altijd lopen blaffen en de ene keer zat om 6:00 en de andere keer zat pas om 7:30. Maar je weet het bij hem nooit. Dus ik dacht, ik ga me vast naar beneden halen, want dan maakt hij mijn ouders niet wakker. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ga nu even koffie zetten. En dan terug naar boven. Om even lekker een bakje te drinken. Ik ga eigenlijk vrijwel altijd... Oh, even opwarmen. Ik ga vrijwel altijd 's morgens, als ik vrij ben, rond deze tijd op. Ik heb alleen gisteren een beetje uitgeslapen tot 7:00. Ik ben gisteren trouwens de hele dag bezig geweest en de afgelopen week heb ik ook niet gevlogd. Omdat het, ik weet niet, ik voelde hem niet echt. Dus ik dacht, nou weet je, we slaan gewoon nog even een weekje over. Maar ik wilde wel wat uploaden. Toen dacht ik, nou weet je wat, zondag, de dag voor ik moet gaan werken, ga ik gewoon en een soort routine dag plaatsen waarin ik dus eigenlijk vrijwel als ik vrij ben wat ik dan doe. Als ik opga en ik heb niks te doen eigenlijk, ik moet helemaal niet werken. Maar ik vind het gewoon lekker om vroeg op te gaan. Dus ik ga hier zo in mijn kamer eventjes verder erover kletsen en laten zien wat ik allemaal ga doen. Maar ik ga eerst even koffie zetten. Goed, nou ik heb even mijn telefoonlamp, ringlamp aangedaan. Oep. Maar goed, ik heb koffie. Ik heb de pot koffie ook al klaargezet voor mijn pa, die hoeft straks alleen aan te drukken. En dit heb ik dus aan vandaag. Gewoon een lekker chill jurkje. Deze legging en mijn sloffen. Lekker makkelijk. Ik ga even mijn bed opmaken. Want ik kan er niet tegen als dat zo open ligt. Het heeft nu lekker even gelukt. Dus we gaan het opmaken. Goed. Ik heb mijn tv gedraaid naar mijn hoofdend van het bed. Zodat ik lekker met een kopje koffie kan kijken. Nou, mijn haar gaat helemaal pluis. Zodat ik mijn haar doen. Zodat ik lekker met een kopje koffie even YouTube kan kijken of iets. Voor de rest is er nu niks te doen. Ik ben opgegaan voor geen reden eigenlijk. Ik weet niet meer waarom eigenlijk. Maar goed, maar niet uit. Ik ga gewoon even lekker tv kijken. De KVS zijn al wakker. Dat is nog wel even afgedekt. Ik heb dit sinds gisteren gedaan. Zodat het voor hun wat donkerder is. Want ik merk dat ze 's nachts heel erg aan het spelen en aan het rennen zijn. Dat is niet de bedoeling. Want ik wil graag slapen 's nachts. Maar dit werkt wel goed voor ze. Ze slapen wel goed de afgelopen 2 nachten. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ja. Ik ga twee kijken denk ik. De telefoon pakken. Dit is vaak het eerste moment dat ik mijn telefoon pak.
is nu 56, het is bijna 7 uur. Dit is echt het eerste moment dat ik nu mijn telefoon van de lader hou, omdat ik hem nodig heb om te kasten naar de tv. Dus ik ga nu gewoon lekker chillen op mijn bed. En lekker even YouTube kijken en social media checken en zo. Goed, inmiddels wou ik even op de Switch een spelletje spelen, maar die is leeg. En ik weet weer eens niet waar ik de oplader heb gelegd. Top. Maar ik heb net mijn rolgordijn open gedaan. Het is gewoon nog donker buiten. Het is 7:30. Het wordt daarachter wel licht. Maar het is gewoon serieus nog schemerig buiten. Maar ja, de zondag en iedereen slaapt nog. En het is vast te vroeg. Nog even koffie bijgezet. Ik vind het heerlijk om dan gewoon lekker zo te kijken naar buiten. Te genieten van de lucht die langzaam lichter wordt. Ondertussen ben ik video's van Eva Roos aan het kijken. Dat vind ik wel leuk. En daar ben ik nog steeds een beetje aan de rondhangen. En iets van doen. Ik heb net nog even ingelogd op mijn werk. Dat is niks geks op zich. En ja. Maar volgende week, dat vind ik eigenlijk wel even lachen om te vertellen. Ik ben natuurlijk heel erg vaak ziek geweest de afgelopen tijd. Sinds ik vast werk heb bij Catharina Stichting. En ik snap dat dat voor hen heel frustrerend is. Want ja, ze hebben eigenlijk gewoon geen houvast aan mij. Dat is logisch, maar ik kan er ook niks aan doen. Dus ik keek net op mijn rooster en nu zie ik dus dat ze mij volgende week dubbel hebben ingepland. Dus ik sta tot 2:30. Normaal is iemand tot 11, tot 2:30, tot 4:30. Maar in plaats van dat er nu iemand tot 11 is, is er nu iemand tot 11. Twee mensen tot 2:30 en eentje tot 4:30. Om mij te onderdrukken als ik ziek ben. Want dan staan ze met minder mensen. Dus ja, het is heel raar om jezelf zo te zien inplannen. Dat ik weet dat ze denken, maar ja, we weten niet of Kim komt. Maar het is wel slim dat ze het doen. Natuurlijk, aan mij hebben ze echt gewoon helemaal niks. Want 9 van de 10 keer ben ik er gewoon niet, omdat het niet goed gaat. Maar goed, ik voel me nu goed, dus ik ga ervan uit dat ik volgende week ook gewoon lekker kan werken. En voor de rest, ja, jongens, ik zie het allemaal wel. Dus dan moest ik wel lachen dat ik eigenlijk de hele week, op het weekend na, ben ik dubbel ingepland. Dat is wel even dat ik dacht, oh, ze zijn dus wel degelijk bang dat ik niet kom. Dat is logisch. Maar wel rot om voor mezelf te zien. Maar goed, dat geeft niet. Het is alleen maar hartstikke slim. Goed, koffietje. En lekker tv kijken. En nog even de halve wereld wakker appen. Dus ja. Goed jongens, het wordt inmiddels licht buiten. Maar ik ga heel even de schuur in. Want ik heb een magneet van Idol of Sweden achter op mijn hoesje zitten. Voor die popsocket. Maar die magneet laat ook weer los. En het is nu toch licht buiten. Dus ik dacht, ik ga heel even de schuur in. Het is wel fris. En daar staat als het goed is de lijn. Slot gedaan vanavond. Oh ja. Nou, dat dus. Ik ben ook serieus echt heel erg moe. Ik ga hier even hier zetten, dat is beter. Ik ga heel even dat. Staat nu die lijn weer niet hier? Die lijn stond hier altijd. Zet ik toch binnen. Hij staat dus toch binnen. Ik zie hem hier niet staan. Nou, gaan we weer naar binnen. Hij stond dus nog gewoon op tafel. Echt hoor. Maar nou goed. Ik heb geen bril op, dus ik weet niet hoe slim deze actie is. Het is leeg.
zo. En een stuk kunst om er recht op te plakken. Ik denk dat het niet beter kan. Hij zit. Het is altijd zo leuk met secondenlijm, want ik plak 9 van de 10 keer mijn vingers vast. Maar vandaag niet. Nou, ik ga even de gaaien water doen. Want ik kwam over een uurtje naar beneden. En verder weet ik het eigenlijk niet. Goed, het is 9 uur. Ik heb de gaaien net naar beneden gehaald. Mij slapen mijn ouders nog. Maar geef niet, lekker juist. Rio is in ieder geval beneden. Mausje is beneden. Ze zijn lekker aan het eten. Cody is beneden. Lampjes zijn hier aan. Ik zet deze even iets feller. Zo. En ja. Dat was het eigenlijk. Ik ga weer naar boven. Chillen, zit die ook even zo. Dat vind ik vaak lekker. Ik vind het heerlijk om vroeg op te staan, maar uiteindelijk het niet weten wat ik moet doen. Of het alleen maar hangen, daar hou ik niet zo van. Ik wil altijd wel iets te doen hebben. Normaal heb ik ook wel iets te doen. Maar vandaag heb ik helemaal niks te doen. Maar goed, dat geeft niet, want er komt een drukke, zware week aan. Het is toch wel jammer. Oh ja, ik ga even vlees uitgooien voor vandaag. Ik heb vanavond namelijk een lekker gepofte aardappel. En ik denk dat ik er lekker een hamburgertje bij ga eten. Ik heb geen idee wat mijn ouders willen. Ik zal die schnitzels er ook even uitgooien. Zo. Nu ik schnitzel. En. Oh, hamburgertjes. Ik moet zometeen toch nog even naar Albert Heijn lopen vanmiddag. Dus dan haal ik gelijk hamburgerbroodjes. Dat is wel zo lekker. Nou, het vlees is eruit. En de rest komt straks op. Goed, inmiddels ben ik een hele dag lekker een beetje aan het rommelen geweest. En heb ik vanmiddag even boodschappen gehaald. Heb ik lekker films en tv gekeken. En echt serieus best wel, ondanks ik vroeg op wat was, toch wel een chill zondag gehad. Ik heb wat TikToks opgenomen en ik ga nu avondeten maken. Het is inmiddels 17:17. Mogen we een wens doen, jongens? Nee, het is kwart over vijf geweest. Dat betekent dat ik dus aan het eten ga beginnen. Ik heb vrij makkelijk eten. Ik ga spergieboontjes eten met een hamburgertje. En wat aardappelpuree. Dus dat is vrij makkelijk, maar wel lekker. Dus dat ga ik nu maken. Wat ik nu wel eerst ga doen is heel eventjes mijn kleding klaarleggen voor morgen. Want dan hoef ik dat dus niet meer te doen zometeen. Dat scheelt. Oh, en ik heb net trouwens deze kerstlampjes opgehangen. Vond ik wel leuk bij het raam. Maar, wat ik al zei, ik moet dus nog kleding klaarleggen voor morgen. Ja. Even bedenken wat. Nou ja, het zal wel gewoon een spijkerbroek worden, denk ik. En alles valt uit mijn kast. Waarom heb ik dat nou altijd? Alles valt eruit. Oh. Ze hebben hier een t-shirtje. Misschien een lange mouw beter, omdat het 's morgens best wel koud is natuurlijk. Is een lange mouw denk ik wel beter. Even kijken waar mijn lange mouw shirtjes liggen hoor. Een topje. Is dit voor leuks? T-shirt. Dat wordt nog lastig. Ik wil geen dikke trui aan, maar ik wil ook niet een
en t-shirt aan. Maar zo'n beetje al mijn shirts met lange mouw, soort van, zitten allemaal in een was. Of zijn gewoon echt op en kan ik gewoon niet meer gebruiken. Dus dat wordt nog best leuk. Eigenlijk. Och. Ik had nog zo gehoopt dat ik het allemaal zo makkelijk kon pakken. Nou ja, dan wordt het gewoon een t-shirtje. Het is niet anders. Nee, daar gaan we gewoon voor een t-shirt. En een zwarte broek. Dus eigenlijk een complete zwarte outfit morgen. Maar goed, dat geeft niks. Dat is ook wel eens lekker. Ik heb nog een topje toevallig in de aanbieding. Ja. Nou, dan ligt dat in ieder geval al klaar voor morgen. En dan kan ik nu rustig beginnen aan het avondeten. Goed, inmiddels sta ik in de badkamer en heb ik ruim anderhalf uur met mijn tante gebeld. Super gezellig, even lekker gekletst en zo. Maar ik ga me nu omkleden. Het is namelijk al niet veel te laat, maar wel een tijd dat ik oké, nou ben ik het echt zat. Dus ik ga me omkleden. En de top is er, die staan op een hoogte dat jullie toch niks zien. Dus dat is helemaal top. Ja. Ik vind het helemaal best voor vandaag. Ik ben best wel moe. Ik ben natuurlijk ook heel vroeg opgegaan vandaag. Dus dat speelt ook wel redelijk mee. Maar ja. Ik ga dus lekker slapen. Ik mag ook eindelijk die strakke legging uit. Die legging die ik vandaag aan had was heel fijn. Maar wel heel strak. Dat is dan wel jammer. Ik wilde eigenlijk nog heel even gaan douchen. Maar daar heb ik niet zoveel zin in eigenlijk meer. Misschien dat ik het toch nog even ga doen hoor. Even snel onder de douche. Ik weet het niet. Aan de ene kant weet ik het wel heel even. Ik ben vanmorgen natuurlijk ook al geweest. Maar ik ben opeens verkouden. Nou ja, opeens. Ik weet niet echt waar dat vandaan komt eigenlijk. Maar dat is wel vervelend. Dus ik weet niet of ik nu even gauw nog warm onder een douche wil schieten en dan mijn bed in wil gaan. Of dat ik daar nog heel even mee wacht. Ik weet niet, ik twijfel een beetje. Ik ga trouwens gelijk even ook zo snel doen, soort van. Ik zie niks. Ik heb dit gisteren dus al gedaan, maar je ziet dus alweer. Ik heb dat heel snel. En ik hou er echt niet van. Ik kan er echt niet tegen. Ik heb laatst een video van Jamie Lee gezien. Dat zij voor January. Dat is in januari laten dan mensen hun haar staan. Vooral vrouwen laten hun haar staan. Om te laten zien dat het eigenlijk helemaal niet schaamtelijk is of zo. Maar dat is toch wel dat ik denk, oeh, ik zou dat echt niet kunnen. Ze lieten dus alleen het haar, Vooral Jamie liet alleen het haar onder de oksels en op de benen staan. De rest scheurde ze gewoon netjes. Maar dat was wel echt dat ik dacht, oh, ik zou dat echt niet kunnen. Ik zou er echt een heel slecht persoon voor zijn. Nou goed. Ieder zijn ding. Ik ga trouwens even mijn gezicht doen. Ik gebruik trouwens nog steeds deze gezicht washand van de Hema. Ik vind ze echt super chill. Je hoeft deze alleen maar nat te maken. En dan maakt het gewoon je hele gezicht schoon. Het is echt super. Alleen het water is een beetje heet.
Maar ik vind dat echt een super, super ding. Ik heb hem wel twee keer in de was gegooid. Maar ik vind het echt een heel fijn ding. Oh, ik word nu zeiknat. Dat is niet de bedoeling. En het verwijdert ook serieus alles. En dat is ook iets wat ik eigenlijk niet had verwacht. En die hang ik dan hier uit over de douche. Wat ik wel ga doen, even nog, of is mijn kleur nog redelijk zichtbaar? Ik weet niet. Kijk jongens, ik zit ook helemaal onder. Allemaal pukkels en dingen. Vreselijk. Gelukkig valt het bij mij wel redelijk mee. Wat ik trouwens wel ga doen is even al die dingen wegwerken. Een maskertje opdoen. En die zo lekker afwassen. Want het leuke is, ik mag morgen dus geen make-up op. Chantal heeft mij iets doorgestuurd waar mijn naam bij staat. En dat betekent dat ik dan morgen geen make-up op mag. En ik ben iemand die altijd make-up op heeft, zeker als ik moet werken. Dus dat wordt nog leuk. Maar ik moet zeggen, de pukkels en alles zijn vrij mild aanwezig. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik ga nu even een beetje alles wegwerken. Even gauw nog onder de douche, een kopje thee doen en dan zo meteen slapen. Goed, het masker zit op. Ik heb vandaag weer eens dit masker gepakt. Een Hydro Snail Mask. Deze is van de Action. En het enige wat ik hiervan nog weet is dat mijn gezichtsstructuur heel glad is. En meer niet, denk ik. Weet ik niet. Ik weet het niet meer wat het doet. Maar goed, ik moet me even laten intrekken. Dus in de tussentijd ga ik een kopje thee zetten. En toch even douchen zo en de tissue afwassen. Denk ik. Zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Nee, ik ga niet meer douchen. Ik heb nou eigenlijk geen zin meer. Ik heb vanmorgen al gedoucht. Goed, mijn ultieme einde van de avond, jongens. Een kopje slaaplekker thee, of in dit geval bedtijd thee. En een YouTube video die ik nog niet gezien heb vandaag van Eva Roos. Die ben ik nu lekker aan het kijken. Ondertussen ben ik nog even lekker aan het appen met... Noem geen namen. Ik ga... zo lekker slapen. Het wordt morgen weer vroeg. Dus ik ga op tijd slapen. Maar ik heb wel zin om morgen weer lekker te gaan werken. Ik ben benieuwd morgen. Goed, ik heb zojuist mijn wekker gezet. En het is nu tijd om te gaan slapen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik heb een theetje op, nog even een filmpje gekeken en ik ga nu slapen. De sloffen gaan uit. Ik kruip heerlijk onder de wol. En het is genoeg geweest voor vandaag. Ik ga lekker slapen. Morgen staat de wekker om 5:10, dus we gaan weer vroeg op. Ik heb nu nog 7,5 uur, iets minder dan 7,5 uur te slapen. Dus dat is eigenlijk wel prima. Mijn vader brengt me morgen op kort over 6 naar de, hoe heet dat? Trouwens, ik zeg dat wel, maar ik kan me lekker 10 minuten of 20 minuten later zetten. Ik zou dom zijn als ik dat niet doe. Ik hoef namelijk helemaal niet zo heel erg vroeg. Want wat ik zeg, mijn vader brengt me morgenochtend naar de bus. Dus ik hoef pas om. Of zal ik wel gewoon lekker vroeg opgaan? Nou, weet je wat, we zetten dan op 5:20. Dan heb ik nog 7:32 te slapen. Dat is toch 10 minuten langer. Dan ben ik toch alsnog iets eerder mijn bed uit. Maar dan kan ik alles wel op het gemakje doen. Maar dan hoef ik niet zo heel erg vroeg mijn bed uit. Want anders had de eerste wekker om 5:00 gaan. En de tweede wekker om 10:00. En nu gaat de eerste wekker om 5:50. Dat klinkt al gelijk veel later dan dat je zegt 5:10. Maar het scheelt maar 10 minuten. Maar goed, maar niet. Ik kan in ieder geval 20 minuten langer blijven liggen. Ik ga in ieder geval lekker slapen. En ik zie jullie volgende week bij een nieuwe weekvlog. Dat is nu even een weekend voor een week. Maar
Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Ik vond het niet meer heel erg leuk. In ieder geval heel erg leuk. Ik kom niet eens maar aan mijn woorden. Maar ik ga lekker slapen. Dus een duimpje omhoog. En ik zie je volgende week bij een nieuwe vlog.